Is dat Buggink of een wethouder uit? In het eerste deel van deze serie over de verkiezingen in Almelo voor de nieuwe gemeenteraad, uw gemeenteraad, 19 maart stemmen, allemaal gaan. In de eerste aflevering ging het over de coalitie. De huidige coalitie en de toekomstige coalitie na de verkiezingen, de opties. En een belangrijke optie is dat de huidige partijen gewoon doorregeren. CDA, VVD, PvdA. Maar elk met één wethouder en dan is er nog een vierde wethouder nodig uit een andere partij. En dat zou kunnen zijn, zei ik toen, D66 vanwege de winst. Of de SP vanwege de winst. Maar het kan ook anders. Dat was de cliffhanger. En over die cliffhanger nu, in dit tweede deel over de verkiezingen. Want stel nou dat alle kleine partijen samen met één wethouder komen. Of een aantal kleine partijen. Zeg GroenLinks, 1, misschien 2 zetels. ChristenUnie, 1 nu. Misschien ook 2 zetels. Leefbaar, Chatten. Dat die samen met één kandidaat wethouder naar voren treden. En misschien nog wel een paar lokale partijen erbij. Almelo Centraal, Almelo Huppel de Pup, Almelo Appel de Flap. Dat zou zomaar kunnen. En als ze een goede meneer of een goede mevrouw hebben als kandidaat wethouder, dan moet ik het nog zien. Dan moet de formatie goed gespeeld worden en dan is de kans groot dat zo'n meneer of mevrouw toetreedt. Sterker nog, als dat gebeurt en er is ook winst voor D66 en ook winst voor de SP, dan kan het zomaar zijn dat één van die drie partijen van nu, de VVD, de PvdA of het CDA, buiten de boot valt. Dus het gaat wel ergens over in de verkiezingen. 19 maart gaan. Er zijn een paar dingen die niet gebeuren. Israël Abdulatif wordt geen wethouder. Dat wil de VVD niet. Tenzij die partij eruit valt, dan kan het weer wel. Jan Hamming wordt geen wethouder, dat wil de Partij van de Arbeid niet. Tenzij die partij eruit valt natuurlijk. En ook de PVV van Harry de Olde, die dan wel eens een doctorandus in aanbieding heeft, zegt hij. Ja, PVA, Partij Vrij Almelo, wordt toch geassocieerd, denk ik, in deze stad met de PVV. Wil men, denk ik, ook niet. Maar toch, kleine partijen, lokale partijen, ze hebben een kans, maar dan met gebundelde krachten in Almelo. 19 maart gaat u erover.